Helemaal. Vandaag heb ik weer een tag voor jullie. Deze tag heb ik overgenomen van Marcia van Beauty Gloss. Die heeft mijn school story tag bedacht. En ja, ze zegt van joh, neem me over. Zeg maar even wat ik het was. Dus bij deze neem ik deze graag over. Omdat jullie allemaal bijna naar school moeten. Ik ben inmiddels alweer bijna 3 weken op school. Dus ja, dat is wel even wennen. Maar ja, ik dacht, ik kan een budget look opnemen voor back to school. Maar dat doet bijna iedereen. Ik ga lekker deze tag doen. Dat is ook super leuk. Ja, we gaan gewoon lekker beginnen. Eerste vraag. Hoe oud ben je en zit je nog op school? Nou, ik ben 17. Ja, je zal denken, huh, ben je 17? Ja, ik ben 17. En ja, ik zit nog op school. Ik doe de Nederlandse Kapstersacademie in Rotterdam. En daar studeer ik voor, ja, kapster. En daar kan je ook een visiediploma bij krijgen. Dus dat is wel heel erg leuk. En die opleiding duurt 2 jaar en ik ben nu al 1 jaar verder. Welke niveaus heb je gedaan? Nou, ik heb de basisschool gedaan. Daarna ben ik naar VMBO Kader gegaan en daar heb ik 4 jaar natuurlijk op school gezeten en daar ben ik afgestudeerd en nu doe ik niveau 3 of 4, ben ik even kwijt. Ja, de Nederlandse Kapstersacademie, dus niet heel veel, maar ja, weet je, doe wat je leuk vindt, zeg ik altijd. Dat vind ik gewoon veel belangrijker dan of je nou heel slim bent of niet, want mensen zien ook aan je handen vaak wat je doet, of je iets kan, ja of nee. En dat vind ik ook gewoon heel erg belangrijk en dat wil ik jullie eigenlijk allemaal ja, ook vertellen en meebrengen, want het is gewoon heel erg belangrijk wat je leuk vindt. En daar hoef je niet altijd een kopje. Natuurlijk is het handig als je het hebt hoor, daar niet van. Soms ben ik er wel jaloers op. Vond je school leuk? Nou, is het nu bij mij eigenlijk, vind je school leuk? Nou, als ik dan kijk naar de basisschool, vond ik school altijd wel heel erg leuk. Lekker spelen in de poppenhoek, dat vond ik altijd heel erg leuk. En op een gegeven moment kreeg ik beschrijven, lezen, Nederlands. En ik vond biologie altijd verschrikkelijk. Dat is echt niet mijn vak. Dat vind ik zo suf. Echt zo suf. En dan niet het menselijk lichaam, maar voornamelijk over de planten en dieren. Dat, sorry, ik ben echt, ik heb geen groene vingers. Jammer dat ik ga nagelen koppen, maar ik heb geen groene vingers. Dus nee, dat is niet mijn ding. Dan vond ik rekenen ook niks. Ik heb al echt een achterstand vanaf dat ik eigenlijk klein was. En daar ben ik nooit meer uitgekomen. Ik vind rekenen echt het meest rotte vak op de wereld. Samen met wiskunde op de middelbare school. Maar verder vond ik de basisschool wel heel erg leuk. Qua middelbare school ja, vond ik wiskunde verschrikkelijk. Daar had ik heel veel moeite mee. Ik vond economie ook wel lastig. Maar verder kreeg ik in de 3e en 4e klas mode en commercie. Dat was een keuzevak wat je kon kiezen voor 2 jaar. En dat vond ik echt super leuk. Ik heb heel veel geleerd over de geschiedenis van de mode. Hoe mode ontstaan is. Hoe kledingontwerpers werken. Omdat ik vroeger heel graag modeontwerpster wilde worden. En ook nu met deze opleiding vind ik het nog steeds gewoon heel erg leuk. Ook voor mijn YouTube filmpjes. Ik kan daar in principe gewoon heel veel over vertellen. En ik was er ook best wel goed in. En ja, dan heb je, ik heb ook heel vaak gewoon dingen zitten naaien en doen. Dat vond ik ook gewoon heel erg leuk. En dat zijn ook nog wel dingen die me altijd bij zullen blijven. En ja, ik vond eigenlijk alles wel leuk. Alleen rekenen en wiskunde zijn gewoon niet mijn ding. En biologie. En dat had ik op een gegeven moment ook niet meer. Dus dat was heel erg fijn. En ja, op deze school, om dat natuurlijk niet te vergeten, vind ik het ook heel erg leuk. Want het is echt meer een praktijkschool. Want ik sta eigenlijk gewoon in de salon te werken. Maar ik heb ook theorie en modellen, VT-lessen noemen wij dat. En heel divers is het eigenlijk. Maar het is wel heel leuk. Je wordt alvast gewoon ingewijd in het bedrijfsleven. En daar heb je gewoon heel veel aan later. Aangezien ik pas 17 ben, ben ik daar nu al best wel heel erg jong mee bezig. Maar heb ik er later heel veel profijt van. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. Wat vond je het leukste vak op school? Op de basisschool vond ik taal altijd heel erg leuk. Taal en spelling vond ik heel erg leuk. Daar was ik ook best wel erg goed in. Ik kreeg een dicté en dan had ik 9 van 10 keer en een 8 van 10. Of 9. Dat was altijd wel heel erg leuk. En de middelbare school vond ik mode en commercie heel erg leuk. En het was nog meer heel erg leuk. Ik vond drama ook altijd heel erg leuk. Vroeger zei ze tegen mij, je moet actrice worden. Omdat ik dat gewoon, ja, ik doe heel veel mensen na. En rare karakters, accenten, vind ik echt superleuk om dat te doen. En drama vond ik daarom ook echt heel erg grappig. En nu vind ik op school heel erg leuk. Ja, eigenlijk alles. Als ik dan een iets moet kiezen wat ik heel erg leuk vind om te doen, dan vind ik dat knippen vind ik sowieso heel erg leuk om te doen. Vooral mannen vind ik heel erg leuk. En ik heb heel veel met feunen. Dat vinden heel veel mensen helemaal niks. Feunen, dat vinden heel veel mensen niks bij ons op school. Maar ik vind het wel heel erg leuk. En dat is echt mijn ding. Zowel heren als dames. Dus ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Wat vond je het stomste vak op school? Nou, op de basisschool was dat dus rekenen. Op de middelbare school was dat wiskunde. En dan heb ik niks tegen mijn docent. Want dat was echt een schatje. Maar ik kan het gewoon niet. Ik zal er nooit goed in worden. En ik zal er ook nooit goed in zijn. Dus dat vond ik wel ja, het minst leuke. En nu vind ik op school, ja, dat is niet iets wat ik echt niet leuk vind. Als je iets te vaak doet, gaat het wel vervelen. Want je moet heel vaak permanent op de pop, watergolf op een pop. En op een gegeven moment komt dat even je neusgaten uit. Maar het is niet iets dat ik zeg van dat haat ik echt om te doen of zo. Nee, eigenlijk niet. Ja, ik vind het wel irritant als mensen wel eens op school de salon binnenkomen. Of ja, ik wil alleen de puntjes eraf.
Zo van, er is niks anders wat je met mijn haar kunt doen, haal de puntjes er maar af. Kijk naar mijn haar. Ik bedoel, bij mij is het ook anders. En ik hoef ook niet alleen maar de puntjes eraf te hebben. Neem iets van een lok, neem een pony. Heeft een kapper ook gewoon veel meer leuke inspiratie om te doen. Maar ik vind het dus daarom heel erg leuk om mensen te inspireren voor een ander kapsel. En dan hoeft het niet gelijk zo kort te worden. Nee, dan kan iemand ook een lok of een pony of laagjes. Kijk, dat is al een heel ander verhaal. Hoe laat sta je op om naar school te gaan? Nou, nu is dat 5:30. Vroeger was dat... Ook om 9 op school, maar dat is maar kwartiertje fietsen. Dus, weet ik even niet meer. 7:30 of zo, denk ik. En op de basisschool kan ik me eigenlijk niet eens meer herinneren. Dat is ook wel een hele tijd geleden. Maar ook iets van 1:00 of 8:00, denk ik. Tegenwoordig sta ik echt wel vroeg op, omdat ik gewoon 1,5 uur moet reizen naar Rotterdam. Maar ja, weet je, zo erg vind ik het nou ook weer niet. Dus het went wel. En ik slaap altijd in de trein van Gorkum naar Dordrecht nog 1/2 uurtje bij. Dus dat scheelt ook alweer. Hoe ging je naar school vroeger? Nou, op de basisschool lopend. Want ik woon in Woudrichem en we hebben een basisschool vlakbij mij waar ik woon. Dus daar ging ik vroeger heel makkelijk lopend naar school. Toen ik in Gorkum woonde, ging ik altijd met mijn moeder achter op de fiets. Want het was gewoon te ver van ons huis vandaan. Op de middelbare school ging ik ook op de fiets. Dan ging ik over een dijk heen. Met 2 vrienden ging ik altijd fietsen. En nu ga ik met bus en met de trein. En lopend. Dus ja, het is wel heel divers allemaal. Wat voor schooltas gebruikte je? Nou, die heb ik hier achter mij liggen. Ik heb hem namelijk weer opgezocht. Dit was mijn allereerste schooltas op de middelbare school. Dat was een paarse Eastpak. En dan ga ik heel eerlijk zijn. Ik vond dit echt de verschrikkelijkste en lelijkste tas ever. Ik vind hem echt niet mooi. Dit is niet mijn stijl. En ik heb hem ook maar een jaar eigenlijk gebruikt. Daarna heb ik een Converse All-Stars tas gehad. Zo'n hele grote bowlingtas. En die was eigenlijk ook wel perfect. Maar die was zo zwaar op den duur. En nu heb ik deze tas. Oh. Nu heb ik deze tas. Deze is van Invito. Deze heb ik pas gekocht. Deze is ook best wel heel erg groot. Maar ik moet gewoon even met me mee sjouwen. Dus dit is nu mijn schooltas. Welke beautyproducten zaten er altijd in jouw schooltas? Nou, ik zal mijn tas er even bij pakken. Want in die andere tas zit natuurlijk niks meer. Daar zit een make-up tasje in. Deze is van de Primark. Leuk rosé gaan make-up tasje. En ik moet heel eerlijk zeggen, doe ik nou vaak iets veranderen op school? Nee, niet echt. Er zitten wel wat dingetjes in. Allereerst een compleet verrot spiegeltje, maar hij doet het nog. Dus een spiegeltje. Een borstel. Deze is van Remington met zo'n spiegeltje. Zo'n uitklapbaar borsteltje. Gekregen de Beauty Gloss Party 2 jaar geleden. Bonbons van Victor Rolf. Deze prachtige geur met die strik. Deze vind ik echt heel erg lekker. Maar ik moet natuurlijk zeggen dat ik dit make-up tasje nog niet echt vaak gebruik. Cool Water van Davidoff. De Moisturizing Body Lotion. Vind ik ook echt super lekkere geur. Een mini Rexona deo. Maar volgens mij is deze leeg. Ja, dus die gaat gelijk in het opgemaakt bakje. Mijn MAC Pro Longwear Concealer. Alleen deze is nu te donker, denk ik. Ik weet niet, ik was hem wel kwijt. Ik heb hem weer gevonden. Mijn favoriete lipsmaker, dit is Sprite. Echt super lekker. Het is eigenlijk gewoon een lippenbalsem die dan Sprite ruikt. Super leuk. Mijn favoriete gloss die ik vroeger heel veel gedragen. Dit is Chanel 66 Freeze. Deze wordt niet meer verkocht helaas. Maar dit vond ik echt zo'n mooi lipgloss vroeger. Lipgloss vroeger. Dat wanneer ik geen zin heb om een andere kleur op te doen, deze altijd in mijn tas zit. Zodat ik deze altijd op kan doen. Deze is eigenlijk altijd goed. En dan zitten er nog een duo in oogschaduw van Helene Rubinstein. Met taupe en een beetje beige. Hoe heet deze? Wanted Eyes Color Duo in Verline Collection. En als laatste de Clinique All About Eyes Concealer. Dus dat is eigenlijk wat ik aan beautyproducten meeneem. En dan zit er nog een Yves Saint Laurent lipstick in mijn koffer. Maar er komt nog een nieuwe, of die hebben jullie al gezien... Wat is in mijn knipkoffertje. Dus dan kun je dat ook daar gelijk zien. Maar dit is het tasje wat altijd in mijn tas zit. Wat voor agenda had je vroeger? Nou, ik heb heel veel agenda's gehad. Op de basisschool had ik er een van Pussy Deluxe. Dat was dat katje. Daarna kreeg ik er een van Pouvou Parfumerie. Want daar werkte mijn moeder destijds. Nu is het Douglas geworden in Gorkum. Maar dat was toen Pouvou Parfumerie. In de eerste klas had ik een agenda van... Ook volgens mij Pouvou. In de tweede klas had ik een agenda van... Hoe overleef ik mezelf? In de derde klas was het er eentje van... Volgens mij was het in de derde klas iets van Cosmo Girl of zo. En in de vierde klas was het er eentje van... Oh, van de Fashionista. Ik was altijd wel van de wat pimpy en luxe agenda's. Vond ik altijd wel erg leuk. Kon je gewoon lekker een beetje lopen klooien. En er stonden ook vaak winacties in, leuke berichtjes, horoscopen. Vond ik altijd wel leuk.
Wat is jouw grootste schoolblooper? Daar heb ik heel erg lang over na zitten denken. En nu denk ik eigenlijk nog steeds van, wat was nou echt een schoolblooper? Nou, ik heb het heel vaak gehad dat ik wel eens viel op school. En dan, dat komt niet omdat ik dan heel erg lang ben en in één keer struikel of zo. Maar omdat ik dan gewoon ergens al schrok of iets. En nu ik hier zo zit, bedenk ik me één ding wat ik ooit had waar ik me zo voor schaamde. Want zeg maar een computerlokaal op school en had je dan hier het modelokaal, had je zo'n gang en hier zat dat computerlokaal en hier zat wiskunde. En ik heb een keer gehad dat ik daar van de trap af moest, omdat die andere trap bij het modelokaal, die was afgesloten of er werd daar gewerkt of zo, dus kon ik niet langs. Maar ja, je kon het niet dwars door het computerlokaal doen, want daar hadden ze administratie. Dus wat ik toen deed is, ik ging bij mode door de gang heen achter het computerlokaal en op een of andere vage manier struikelde ik. En wat er gebeurde is, de les was net afgelopen, dus heel administratie kon het lokaal uitlopen, wiskunde en er kwamen mensen van af. En ik ging vol op besnufferd, waar iedereen bij stond. Ik zal het nooit vergeten, ik werd zo ontzettend rood. Ik dacht, nee, waarom moet ik nou weer nu struikelen? En op zich, ik was best wel hard gevallen, dus mijn knieën echt onwijs zeer. Zo van, gaat het? Ja, nee, of niks. En dan denk ik heel nuchter reageren, zodat mijn knie echt onwijs pijn deed. De volgende ochtend werd ik wakker met zo'n blauwe knie. Dus het was echt wel een blooper allereerste klas, ja. Ik heb echt wel wat meer bloopers meegemaakt, maar dit was wel echt dat ik dacht van, nee, niet waar iedereen bij staat. Zeker als zo'n groot meisje dat dan zo valt en dat lichaam slungelt zo naar beneden. Ja, dat was echt een schoolblooper, ja. Wat deed je als de les saai was? Nou, ik had een vriendin, die heb ik nog steeds, Birgit. Ik ken die van de Baby Food Challenge. En die zat vaak naast mij en dan zat ik heel vaak met ze van, oh, die les is zo saai, hè. Ja, wat zullen we ervan maken? Ja, we gaan even lekker kletsen. Dan gingen we gewoon uren zitten kletsen over wat we dan gingen doen naar school of iets. Of dan gingen we zeg maar gewoon ja, een beetje kletsen. We waren allebei niet echt van wiskunde. En ook al hadden we het wel allebei heel erg nodig, zaten we dan bij een beetje te aanhoeren tijdens wiskunde. Dus het was voornamelijk kletsen wat ik deed als de les saai was. En dan zat ik in mijn agenda te kleuren. Of zat ik met mijn nagels te vriendelijken. Of met mijn make-up of zo. Mijn haar. Het was altijd wel echt zo'n meisje. Wat is jouw favoriete leraar en waarom? Dit vind ik echt een hele moeilijke vraag. Dat allereerst. Want ik heb heel veel leuke leraren gehad. Ook een paar die ik echt absoluut niet uit kon staan. Maar dat heb iedereen wel. En ik wil eigenlijk van iedere school die ik dus nu toe heb gehad, wil ik er dus eigenlijk eentje noemen. Maar dat betekent niet als ik er één noem van de leraar dat ik de rest niet aardig vond. Want ja, je hebt met iedereen wel meer klik dan met de ander. Nou, op de basisschool was dat, dan denk ik, juf de Beurs. Ik weet niet of ze nog steeds de les geeft. Ze op de 1-1 zien in Woudrichem en die deden steeds groep 5. En dat was zo lekker spontane vrouw. Ik had echt gewoon een klik met haar. Al was ik nog best wel heel erg jong, want ik was in groep 5, hoe oud was ik toen? Ja, of 8 denk ik. Maar het was gewoon een hele leuke vrouw, heel gezellig. En ze werd bijna nooit boos eigenlijk. Eigenlijk was ze gewoon veel te lief. Op de middelbare school vind ik het heel moeilijk. Want ik had 2 docenten die in de 3e en 4e klas mijn mentor waren. En dat waren mevrouw Boon en mevrouw Nieuwenhuizen. En ik kon eigenlijk niet kiezen. Ik vond ze allebei echt super lief. En ik miste ook best wel behoorlijk. Want we waren allemaal, alle drie best wel heel erg van mode en uit de verzorging en zo. Ook al waren ze een stuk ouder dan ik natuurlijk. Maar we konden er altijd weer erg om lachen. En ja, ook met de diploma-uitreiking kreeg ik op een gegeven moment echt wel tranen in mijn ogen. Toen ik dacht van oké, dit is wel echt de laatste keer dat ik ze kan zien. Dus die miste ik ook best wel. En dat waren echt wel 2 hele leuke docenten. Mochten jullie kijken, onwijs bedankt voor wat jullie me geleerd hebben en ik mis jullie echt. En nu op school vind ik dat heel moeilijk, want we hebben niet echt een vaste docent. We hebben eigenlijk gewoon school en een salon en iedereen loopt daar maar random binnen en buiten. En we hebben gewoon een paar docenten die ons opstarten als we gaan knippen, die ons lesgeven. En ik vind het gewoon heel erg moeilijk om dat nu te zeggen, want ja, ik heb nu mevrouw Pijpers nog gehad in blok 1. En die is nu mijn zwangerschapsverlof. En dan heb ik nu mevrouw Bakker gehad. En daar kon ik echt heel erg leuk mee opschieten. Dus ik vind mevrouw Bakker ook echt super lief. Maar we hebben bijvoorbeeld ook docenten die meer in de salon staan. Zoals mevrouw De Vette. En nu krijg ik weer een andere docent. Dus ik vind dat heel erg lastig. Maar als ik dan nu moet zeggen van welke 2 docenten ik in het eerste blok heb gehad. Echt als mentor. Vond ik mevrouw Bakker wel echt heel erg leuk. Ook zo'n lekkere krullenbol met knalrood haar. Dus je kan wel raden dat we het goed met elkaar konden vinden. Dus dat vond ik ook wel echt heel erg leuk. Vertel een leuk verhaaltje over iets wat je hebt meegemaakt op school. Dat lastig. Oh, ik weet nog. Ja, nee, ik weet iets leuks. Wij waren op school, op de middelbare school, altijd heel erg van de schoolfeesten. Dus op een gegeven moment zaten wij met z'n allen in de 4e klas van economie. En mevrouw Boon, die vaak de schoolfeesten organiseert, zei van, jongens, we gaan weer een schoolfeest organiseren. Hebben jullie een leuk idee? En destijds was de Voice of Holland en Idols. Dat was helemaal populair bij ons op school. Ook al is het alweer 2 jaar geleden. En toen dachten we, weet je, dat gaan wij ook doen. We gaan de Voice of de Schans doen. En
ja, Schans Got Talent werd toen genoemd, want de school heette De Schans. En nou, toen begint we audities gehouden en ik mocht Wendy van Dijk spelen, dus ik moest dan soort van interviews houden. En ik deed de fysiologie naderhand en het was gewoon echt heel erg leuk. En dus we hebben heel veel voorbereiding daar gehad. En op een gegeven moment hebben wij dus het schoolfest ook echt gegeven in de aula. En ook echt een soort winnaar. En dat was echt super tof. Maar wat het leukste was, is dat ik echt een beetje de gastvrouw mocht spelen. Dus de ene keer mocht ik echt gewoon mensen een beetje aan het dansen helpen. De andere keer wat vragen stellen, optredens aankondigen, barvrouw spelen. Dat vond ik ook wel echt gewoon een heel erg leuk schoolfest. En dat zou ik ook echt nooit meer vergeten. Sowieso vond ik schoolfest altijd heel erg leuk. Lekker uitgebreid met je make-up, lekker mooi jurkje aan. Vond ik altijd echt super leuk. En dat mis ik ook best wel, want schoolfeesten, dat doe je eigenlijk niet echt meer op het mbo. Dus ik zou ook zeggen, als je nu een schoolfeest hebt, is dat van, ik heb geen zin, ga er naartoe, echt. Want het is zoveel leuker dan dat je denkt. Het kan gewoon echt heel gezellig zijn. En bedenk je goed, dat als je straks van middelbare school af bent, dat je de helft van de school misschien nooit meer zal zien. En ik zou dan toch echt wel dat willen koesteren. Soms heb ik ook echt zoiets van, was ik maar naar dat ene schoolfeest? Zoals toen ik zoiets had van, nee, ik wil niet. Want dat vond ik toen toch best wel jammer eigenlijk. Wat ben je geworden nadat je school hebt afgemaakt? Nou, ik ben nog niet klaar met school. Ik heb in principe een diploma van mijn VMBO, dan kader. En ik heb nu een basisfysiologie-diploma, want die heb ik in principe al verdiend door proeven te doen in fysiologie. Maar ik moet nog 1 jaar bij ons op school en dan hoop ik om aan het afgestudeerd kapster te zijn. Dus ja, en daarna zou ik heel graag naar de Kinky Academy willen. Ik weet niet of jullie kennen de kinky kappers, maar ik vind het echt super tof. En niet alleen omdat ze lekker gekke haarkleuren hebben daar, maar gewoon omdat het heel kunstig om wordt gegaan met haar. En ja, ik ben gewoon heel creatief wat dat betreft. En ik vind het ook gewoon leuk om zoveel mogelijk ergens uit te kunnen halen. En daarnaast zou ik zeker nog bij Bee Academy iets van fysiologie of iets met haar nog zeker wel erbij willen doen. En daarnaast zou ik zou echt, mijn droom is echt achter de catwalk werken. Liefst in de hoop ik echt wel echt tot te bereiken over 1 jaar of 5. Liefst sneller natuurlijk, maar het is best wel lastig om ertussen te komen. Dus dit was de My School Story Tag. Ik had jullie net even wat meer weten over mij en hoe ik was op de basisschool, middelbare school en nu. Dus ja, en laat zeker weten wat jij vindt van school. Neem de School Story Tag over, zou ik zeker zeggen. En Marcia, bedankt voor het maken van deze tag, want ik vind hem echt super leuk. Doe even je blauwe duimpje omhoog als je dit een leuk filmpje vond. En abonneer op mijn kanaal als je meer van deze tags wil zien. En dan wil ik je heel bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!